Wat betekent minimum breeklast en werklast? En wat is het verschil? Ik ben Pieter van Staalkabelstunter en in dit filmpje leg ik het verschil uit tussen minimum breeklast en de werklast. Wil jij ook op de hoogte blijven van de laatste filmpjes? Abonneer je dan op ons YouTube kanaal. De minimale breuklast is de door de fabrikant gewaarborgde sterkte. De minimale breuklast wordt afgekort als NBL. De breuklast komt voort uit testen die door de fabrikant uitgevoerd zijn. Zo wordt er bij productie een aantal monsters genomen. Deze worden getest en alle uitslagen worden naast elkaar in een rapport gezet. Het breekgewicht van het zwakste product wordt aangehouden als minimum breeklast. Voor zover de minimum breeklast. De werklast. De werklast wordt ook wel afgekort met WL of SWL van Safe Working Load. De breeklast test is een vrij statische door de machine uitgevoerde test. In de praktijk zal een bevestiging altijd aan andere krachten onderworpen zijn. Hiervoor is de werklast in het leven geroepen. Bij staalkabel wordt de formule toegepast: minimum breuklast gedeeld door 5 is de werklast. Dus bij een minimum breeklast van 100 kilo gedeeld door 5 zal de werklast 20 kilo zijn. Door de werklast in acht te nemen kun je ervan uitgaan dat je ver bij ongewenste situaties vandaan blijft. De breeklast gaat dus over de kracht die een breuk veroorzaakt. De werklast over de kracht waarvoor het product gemaakt is. Maar let op, iedere ketting is zo sterk als de zwakste schakel.